Hallo gamers, jullie raden nooit wat ik heb gedaan. Ik heb een upgrade gedaan. Moet je kijken hoe mooi de... Get the hell away from here. What the fuck? Godverdomme! Jongens, kut op bij mijn huisjes. Wie flikt dit elke keer? Opeens netherrack voor mijn basis. Ik wilde gewoon even lekker pronken. Van kijk, ik heb... I have some shaders. Look at this water. It's looking epic as shit. Oh my god. Alleen, kijk hier. Wacht. Als ik even dit alles weghaal, dan gaan jullie opeens zien hoe knullig het er opeens uitziet als het gewoon in zijn eentje er is. Dan zie je echt van... Alhoewel, nou dat is nog best oké. Goed, ons farmpje is weer geleegd. We kunnen het weer plaatsen en we kunnen lekker broden gaan maken. Overigens, hebben jullie het like-doeltje ook gewoon weer gehaald? Aan het einde kom ik wel weer met een leuk idee. Wat jullie hoogstwaarschijnlijk ook heel leuk gaan vinden. Maar ondertussen gaan wij ons avontuur even voortzetten. En ik moet even weer dit volgooien. Want ik wil... Get off my lawn, get off my property, hippity hoppity. Zo, gat is gedicht. Oké, hoeveel wheat hebben wij bij ons? We hebben best wel veel wheat inmiddels. Daar kunnen wij lekkere broodjes mee maken. Oh mijn god. Hopsa. 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 47 broden. Beat that, boy. Ja. Ik heb een idee van wat ik wil doen. En dat zou kunnen zijn van weer in de vorm van... What the fuck deed ik? Reloading all chunks. Oké, dat was weird. Misschien drukte ik op een verkeerde knop. Nee, de vorige keer gingen wij die kant op. Dat was noord, als ik het goed begrijp. We kunnen nu gewoon wederom het avontuurtje voortzetten richting oost of richting west of richting zuid. Maar het leek mij een beter plan als wij dan eerst even iets van een vervoersmiddel hebben. In de vorm van een paard. En er liep hier eigenlijk in de nabijheid altijd een paard. Maar waar die nu heen is... Joost mag het weten. Nou, in de tussentijd rachtbak ik eventjes alle sugarcanes neer. Dan hebben wij 30 stuks. Iets meer dan 30 stuks. 42. Ik weet niet even meer hoe je papier maakt, maar was het niet gewoon zo? Kijk. There we go, 42 papiertjes. Hoe je een boek maakt daarentegen, dat weet ik niet. Misschien dat het hier ook wel ergens tussen staat. Boek. Leather. Aha. Nou, eerlijk gezegd, er waren hier bij dit dorpje waren toch echt heel wat koeien, schapen, varkens, et cetera. Daar is paard. Oh mijn god. Ja, maar ik moet een wortel hebben. Ik heb een serieus groot gebrek aan wortel. Want volgens mij kan ik jou gewoon niet temmen zonder wortel. Beweeg. Doe iets. I've got the horses in the back. Wat is dat ding op mijn rug? Huh? Wat is dit? Hoe kan dit? Waarom heb ik een cape? Ik snap het niet. Oké, dus misschien is het een idee. Ik heb nog wel letterlijk één wheat in mijn basisje. Misschien is het een idee dat ik al deze koeien gewoon voor mezelf ga claimen. Even kijken, daar zijn er nog 4. Hier zijn er 4. Als ik ze gewoon allemaal meeneem, zijn het mijn koeien. En dan kan ik ze breeden. En dus ook gebruiken voor een leather bron. Ik kwam even niet op het woord. Ik moet zeggen, ik heb nooit shaders in mijn leven gehad. Maar nu ik er eindelijk een mooie heb, zit ik wel van... Ik heb nu gewoon zoveel meer zin om Minecraft te spelen. Maar je kijkt hoe mooi het is. De zon aan mijn oogballen. Alles ziet gewoon... Ja, schaduwen. Wat schaduwen al met je leven kunnen doen? Wheat! Oké, misschien handig om van tevoren eerst gewoon even een hokje te maken... van waar ze in komen te staan. Want anders gaan ze natuurlijk aan de vrije loop. En dat willen we ook niet. Normaal gesproken zou ik dit op de klassieke manier doen door gewoon fences te plaatsen. Maar ik zit even te denken, wat nou als we gewoon een hok maken van glass panes? En dan komt het misschien over als een soort broeikas effect. Wat ik dan uiteindelijk op die beesten uitoefen door echt zo'n kas, dat was de term. Maar volgens mij kun je wel iets heel vets neerzetten door gewoon echt een glazen hokje te maken. Waar ze allemaal in komen te staan. Dan kan je van buiten kun je ze ook nog steeds begluren. Probleem is al een beetje, kost wel heel wat zand. Nou, zand hebben we op zich wel hier, zag ik in zitten. 53 zand. En zullen wij dat even moeten blazen in de forge.
Want van die glass dingetjes kunnen wij dan weer glass panes maken. Hoe maak je dat ook weer zo? Hoppa. Want ik vermoed wel dat die sowieso 2 hoog moet zijn. Want anders springen ze er gewoon overheen. En dan is het ook gewoon zonde van de tijd. What the hell? Oké, hij staat er wel. Oké, dit ziet er heel gek uit. Maar voor een of andere manier, I like it. Ja, ik weet ook niet hoe groot ik het hok wil hebben. Ik weet ook helemaal niet hoe ik het nog ga afsluiten of wat dan ook. Maar er zal op een gegeven moment iets van een poort inkomen of iets. Laten we die maar even 2 breed houden. En dan moet ik nu hier bovenop aan de slag gaan. Dat is wel een beetje het kloten met glass panels. Je hebt niet echt een tweede kans als je hem mismapt of misplaatst. Wiens huisje is dat? I'm gonna go take a look-see. Iemand heeft het hier best wel leuk voor elkaar. Best wel groot voor elkaar. Sweet Jesus. Hello. I'd like to enter. Knibbel, knabbel, knosso. Van wie is deze osso? Iemand heeft hier echt een geraamte neergezet van je welste, joh. En dan kom ik echt aan met mijn kakhuis. Jezus, dat is wel heel veel glas. Wil ik ook. Farm benodigdheden. Sorry hoor, maar excuse me. Holy shit, iemand heeft het hier goed voor elkaar. Oké. Ik voel me geïntimideerd. Oh, wat? Je kan een stokje erin doen en met het water erbij? Oh, dat is een goede tip om te weten. Well, yes. Moet je kijken hoe vet dit is. Het is gewoon een glazen hok. I like that. Deuren. Deuren zijn over het algemeen best handig. Ik heb hier 3 bergdeuren. Fuck. Werkt dit? Ja, yeah, I guess. Het is niet heel mooi afgewerkt. Misschien dat ik hier eigenlijk dan nog iets van een blok doe of zo. Misschien zoiets. Want dit ziet er echt flink karig uit zo. als dat gat ertussen zit. Ja, zo vind ik het mooier. I like this. This is fine. Oké, dan moeten we nu ons wheat goed gaan gebruiken. Waar is ons wheat? There we go. Dan gaan we even alle koetjes gaan we even lekker bijeen roepen. Oh, die zonsopgang. Waar is hij? Oh, wauw, hij is ook gedraaid. Dat is weird. Burn, you skeleton scum. Burn. Het is akelig kloten als ik gewoon onderweg ben en mijn koetjes worden ontploft. Omdat er gewoon, of wat dan ook, beesten hier lopen. Goed, 1, 2, 3, 4. Komt u bijeen. Ik heb wheat. Hello. Come to me, cows. Hello. You're all gonna be mine. Hello. Oh shit, schapen komen er ook op af. Oh, dat is eigenlijk wel beter. Sheep, cows, come to me. I am your savior. I forgot the cows in the back. Sheep that are attached. Dit is wel even een flinke 2-in-1 klapper. En boom. Nou, dit is wel echt lastig om ze allemaal mee te nemen. Laat ik gewoon even beginnen met iets van 5 koeien of zo. No, er is er 1 afgeleid. Motherfucker. Kom mee. I shall call you Frank. Frank, die moet even niet zo eigenwijs zitten doen. Frank! Serieus? Jij krijgt echt ons laatste eten als je zo gaat doen. Frank, stop being a piece of shit. Kom op. Ja, deze 3 zitten gewoon te chillen. Die zitten echt van, we good, come inside, hello. Yes, de derde. Mag de derde ook? Derde. Hey. Oi. Really, is het zo moeilijk om naar binnen te lopen? De eerste 2 hadden er anders bijzonder weinig moeite mee. En jij zit opeens, ik weet niet hoe benen werken. Kom mee. Naar binnen. Naar binnen. Naar binnen. Naar binnen. Kom op. Really? Fuck it, ik duw je wel. Stop. Go. Go. Damn it! Ik haal de deuren er wel uit dan. Als je zo gaat zitten doen. Kom op! Hé, hé. Was het nou zo moeilijk? Ja. Oh, jazeker. Maar dat mag allemaal, zegt ze wel eens. Goed. Hé, hey, welkom in mijn osso. Koetjes. Ik wil eigenlijk hier gewoon even een paar toortjes plaatsen, zodat griezels even niet hierin spawnen. Frank, jij gore kleutzak. Kom nou eens even mee. Nu zit je de hele tijd eigenwijs te doen. Ik snap het wel. Hé?
Je liep als laatste achter de groep aan. En dan denk je van, ah, dan ben ik ook het laatst met eten. Maar als je gewoon even stopt en gewijs te doen, krijg je gewoon je eten, ongeacht of je de laatste bent of niet. Open de kak! Nee! Wat hebben jullie gedaan? Sellen je klootdobbels! Oh, fuck. Dat was ook gewoon mijn enige weed die ik even had. Tenzij het hier net gegroeid is. Chips! Chips! Ik heb niet alles om moeten toveren. Chips! Volgende keer, Frank. Volgende keer. Godverdomme. Oh fuck, er is er nu nog één naar buiten gekomen. Oh shit, nee, dat is niet de bedoeling. Ja, shit, ik heb geen weed. Kan ik niet even weed ergens jatten? Ja, jatten. Ik moet het gewoon, ik moet even een klein beetje hebben. Bone. Bone meal. Heel veel bone meal. Staat gelijk aan. Weed. Blub, 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 blub. Oh my god, we kunnen verder met ons avontuur. Ik moest alleen gewoon even tering veel bone meal hebben. Oké, okay, volgens mij, behalve deze, is alles nu volgroeid. Oh, hemel. En alles weer even weghalen. Zo. Ja, ik heb weed vast, I know, I know. Ik plaats even alles weer terug hoor, want dan groeit het ook gelijk weer. Goed, 48 weed. Waar is Frank? Hé, hey, koekoek. Meekomen jij. Jullie naar binnen toe. Oh my god, dit is echt die infantiel die op een deur blijft hangen. Kom op nou. Moet ik hier dan echt normale gewoon gates tussen stoppen dan? Nee, oh mijn god, kom nou naar binnen! Really? Nee, kut op. Kut op. Jullie gaan nu allemaal weer naar buiten. Kut op, ga weg. Ga naar binnen. Godver, nu heb ik weer twee naar buiten. Yes! Hey, I've got myself four cows. Oké, jongens, we moeten opschieten. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5 schapen. Volgens mij nog 3 koeien. Maar de zon die gaat onder. Dus het is een kwestie van tijd voordat er gevaar loert. Dus voordat jullie opgeblazen worden door willekeurige kreper, wil ik jullie gewoon even in mijn osso hebben. Oké, aansluiten. Heel goed. Open de poorten. Komt u maar, komt u maar. Hij fucking eet mijn gras. Hey, son of beach, come here. Yes, bijna, bijna, bijna. There we go. Sluit de poorten. Yes. Oké. We hebben nu 1, 2, 3, 4, 5 schapen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 koeien. Nou, dat komt eigenlijk wel goed uit. Dus dan ga ik nu gewoon als een massale slemiel gewoon beuken op knoppen. Huppakee. Baart u maar raak. Huppa. Toet, 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 toet. Zo, ook bij de kleintjes. Ja hoor. We have a farm. Oké, dit gaat goed. Ja, dus ik kan ze ook gewoon scheren wanneer ik wil. Ik weet niet waar je voor de rest nog wolven nodig hebt. Naast gewoon een bed. Ja, misschien voor inderdaad creatieve dingetjes. Als in, oh, je wilt het iets te mooi uitziet. Hier, neem spul. Om eigenlijk even goed deze aflevering nog in te wijden, heb ik natuurlijk eventjes een bootje nodig. Want het ding is, ik ga nu een kant op lopen. In ieder geval, dat was mijn intentie. En mocht ik het niet veilig thuiskomen, heb ik in ieder geval wel een bootje gelijk. Vierde boot voor de vierde aflevering. Mooi, die staat. Wat hebben we hier? Iron. Ik moet nog wel even wat extra vlees anders meenemen. Voor het geval dat het fout afloopt. Oké. Zullen we richting west? Noord hebben we al deels gehad. Dat liep niet zo goed af. West hebben we nog niet gehad. Zuid hebben we nog niet gehad. En oost nog niet. Oké, ik heb een plan. Omdat ik geen keuze kan maken, doe ik dat gewoon met een random number generator. Nummer 1 is west. Nummer 2 is zuid. Nummer 3 is oost. Genereer. Het is 2, dus wij gaan ditmaal naar zuid toe lopen. De timer van 15 minuten gaat aan. En zuid is die kant op. Nou, ten noorden kwam ik op een gegeven moment een... Hey, er zat hier een koe verstopt. Hello. Shit, nu val ik erbij. In het noorden hadden wij op een gegeven moment een dorpje gevonden. Die uiteindelijk werd aangevallen. Toen stierven wij en toen waren we weer terug bij af. Dus ik ben benieuwd wat er in het zuiden zal plaatsvinden. Ik denk dat daar een lavabronnetje zit. Maar ik hoop dat ik iets van, weet ik veel, een bron tegenkom die wortels heeft. Een farmpje of iets in die geest. Staat hier gewoon een willekeurige torch. Dat kan natuurlijk ook. Dus waarschijnlijk, pas op, een fucking gat.
Oh, dit is wel akelig. Ik kom nu hier ook gelijk weer aan de zeerand. Jemig. Dat betekent dat ik hier ook al moet boten. Excuseer, ik hoor voetstappen. Akelig, tyfusjoch. Ga weg. Jemig, ik schrik ervan. Ik was gewoon even lekker in mijn eigen wereldje. En dan komt hij gewoon... Hey! Wow, kerel. We have ourselves a boat. So we can move across the waters. What the fuck was dat? Was dat een fucking dolfijn? Hey, is dat een zombo op het water? I'm on my boat. And yes, it's going fine. Across the water. We shall find more land. Papa, papa, para, para, papa. Eenmaal aangekomen bij de overkant. Ragbakken wij ons bootje even en nemen we die gewoon even lekker mee. Oh my god. Dit zijn ook paarden. Met een... Oh ja, meerdere kleuren. Oh hemel, jezus, jij bent gelijk wild. Ik wist niet dat je wild werd. Kippies! Oh mijn god, ja, ik heb helemaal geen kippies aan de andere kant gezien. Hebben jullie toevallig eieren? Want ik kan jullie heel moeilijk meenemen naar die andere kant. Tok tok, do you have a fucking egg? Nee. Oh my god, er is gewoon hier letterlijk nog meer oceaan. What the shit is that, by the way? Is dat een shipwreck? Oh wow, het is echt een shipwreck. Geinig. Wat kan ik hiermee? Naast het feit dat hier mokertje donker is. Oh hemel, ik zakte er doorheen. Oh wow. Oh wow. Holy shit, what the fuck? What the fuck is dat? Oh my god, ik hoorde zojuist Moby Dick. Nee, dat hoorde ik echt. Oké, dat ik er Iron en Emerald uit heb gekregen en Iron Nuggets. Sure. Kan ik daar trouwens weer een ingot van maken? Waarschijnlijk niet. Maar ik hoorde gewoon letterlijk een walvis. Of een onctopunt. Ik kon het niet echt... Ik ben niet zo goed met mijn zeedierengeluiden, dus ik weet niet wat is. Maar dit is gewoon zoiets wat je eruit haalt. Oké, yes. Is er voor de rest, zeg maar, hier nog iets in? Want mijn... Oh, het begint ook nog te regenen. Heel fijn. Oh. Oh, hemel. Papieren. Buried treasure map. Yes. Zoiets wilde ik al hebben. Hier kan ik even ademhalen. Dat is wel chill. Oké, wat staat er op de buried treasure map? Hello. Oké, en waar ben ik? Oh. Zullen we de schat gaan pakken? Want inderdaad, we gingen net over een stukje land wat heel smal was. Ja, laten we het doen. Hey ho. Ze noemen me piraat, denk ik. Is dit dan het dunne sliertje aan land? Volgens mij wel. Hey, pumpkins. Ik kan jullie wel gebruiken. Ik weet niet waarvoor, maar ik kan... Excuse you! Ja. Kijk. Ben ik dichtbij of niet? I don't know. Pumpkin. Thank you. Kan ik vast wel iets van een pumpkin pie of een stew van maken. Nou, bliksem, wilt u eventjes onmiddellijk ophouden? Oké. Als mijn vermoedens juist zijn, moet ik gewoon het land volgen. En dan kom ik er uiteindelijk wel in zo'n inhammetje. En daar zou het dan moeten zijn. Ik weet trouwens niet hoe dat wordt aangegeven met schatten en zo. Maar daar komen we vast wel achter. Oh, hemel. Ben ik er? Nee, huh? Hm? Mijn stipje is ineens heel ver weg. Oké, dus hier met naar links. En wat? En dan op dit uitpuntje zou het moeten zijn? Oh, het is hier. De schat. Graven. Oké, we gaan gewoon geleidelijk naar beneden graven. Oh, ik zag hem. De schat. Haha. Heart of the sea. Diamonds. Holy shit. Dit is zo ziek. Cooked salmon. Oh, TNT's. Oh. Wat is een heart of the sea? Wat heb je eraan? Maar is er nu nog meer schat? Of heb ik het nu gewoon opgegraven? That's it. Oké. Ik ga voor de zekerheid ga ik gewoon nog eventjes extra graven. Om te kijken of er niet nog iets meer is. Ik vermoed het namelijk niet. Maar het ding is omdat zeg maar de kaart nog steeds aangeeft van... Oh ja, je hebt hem nog. Er zit een kruisje. Ik dacht misschien in de vorm van videospelletjes is het meestal het geval van... Oh, je hebt het gevonden. Dus nu verdwijnt het. Maar het verdwijnt niet. Dus vandaar dat ik dacht dat het... Ja, duidelijk.
Oké. Weet je wat? Oh, dat zou ook wel geinig zijn. Dan kan ik iemand als cadeautje aangeven. Hier, neem een treasure map. En dan uiteindelijk is het echt... Ah, psych, ik heb hem al. Suck my dick. Dat is wel leuk. Kan je een sign maken? Ah, nee. Oeh! Sweet fucking Jesus, Endermanen. Could you stop teleporting right beside me? Oh, hemel. Daar schrok ik van. Oké, ik was afgeleid. Hoeveel tijd heb ik nog op de klok? 5 minuten om naar het zuiden toe te gaan. Oké. Nou, we hebben wel echt dikke winst eruit gekregen. Dus, het is succesvol als je gewoon een kant op gaat. What? Zijn het fucking ijsbergen? Really, ik kom echt net uit gewoon een soort woestijnachtig gebied. En er zijn hier ineens ijsbergen. Oh my god, die spawnt gewoon letterlijk in. Is het een ijskasteel? Nee, het is gewoon echt een ijsrots. Oh my god, de Titanic. Captain. Ah! What the fuck? Stop. Oh, dat zijn die ranzige beesten. Is dit een watertempel? Oeh. Doe. Zit hij achter me aan? Ik kan het niet zien. Oeh, hey, ijs. Hallo. Oeh, ijsberen. Hallo. Hoe de fuck? Zwemmen jullie of loopt hij op het water? Ik wist het. Climate change. No! Ga weg. Hij werd boos. Ja, snap ik op zich wel, want hij was met zijn kleintje. Oh, goed om te weten dat hier in ieder geval een ijstempel is. Ik weet niet, dan kunnen we misschien al, als we betere gear hebben of zoiets, of underwater breathing potions, die hele uit met uit. Dan kunnen we er wellicht wat mee. Maar nu, ja, weet je, ik ben gewoon niet helemaal lekker voorbereid, weet je. Dus kan eigenlijk alleen maar fout gaan, toch? Mijn timer geeft aan dat ik niet meer richting het noorden of richting het zuiden hoef te gaan. Dus ik ga mijn weg weer terugbanen richting mijn huisje. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik heb een voorstel die jullie wellicht leuk zullen vinden. Ik zou graag willen 50.000 likes. Jullie slopen die knop elke keer weer. Dus nu wil ik 50.000 likes voor natuurlijk een volgende aflevering. En ook gewoon om compleet te stoppen met de like goals. Weet je, het gaat achteraf gezien... Waar de hel is mijn boot heen? Heb ik mijn boot geslopen? Fuck. Ik heb mezelf gebeukt. Oh shit. Oké, mijn boot stuk. Goed. Het gaat een beetje tegen mijn principe in om likes te vragen voor een volgende aflevering. Dus het liefst stop ik er gewoon mee en dat gaan we doen bij de 50.000. Al halen we het niet, blijf ik gewoon elke keer likes vragen. Zie hoe ironisch deze statement is, maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Naast mij staan 2 knoppen waar je op kunt drukken voor andere video's. Maak er vooral gebruik van. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!